som vet, det er bare jeg, han, Abarion, og nå er det deg. Bare vi fire. Ingen andre vet det. Ubaydullah and I are both Muslims. But while I feel fortunate to live under the democratic principles in Norway, he wants to revolutionize this country. Du vil aldri føle deg hjemme i dette landet her, eller i de samfunnene her. Inshallah, bare si fra til meg, så snakkes vi. Fikker, ta vare. Fikker, ta vare, akhi. Salam alaikum. Jeg liker ikke å filme her, ass. Det er sånn unødvendig oppmerksomhet. Vær rolig. Husk at alt er qadar Allah. Så, inshallah, det ordner seg. Dat hij dat trots doet, dat geeft mij het gevoel dat hij met een achterliggende gedachte dat heeft gedaan. In de film, toen hij ging uitreizen, zei hij van dit doet echt wel wat met mij, vooral bij deze jongen. En toen stond hij erbij. Dat denk ik bij mezelf, nou, als je dat gelooft, dan ben je echt gewoon niet goed, joh. Wat hij, en hij gelooft is eigenlijk, hij heeft eigenlijk een eigen geloof. Zulke mensen die zulke gevoelens hebben, vaak voelen zij zich al helemaal uitgesloten uit de samenleving. Zolang jij handelt in henhold islam, ik gör noe feil in henhold islam, speel ik een norsk lovgivning noen som helst rolle voor mij. Waarom zegt hij dat? Wat is de reden daarvan? Wat hebben de Noorse wetten hem aangedaan dat hij er zo over denkt? Die vraag stelt niemand. Er har vært mange spekulasjoner på hvorfor jeg ikke har reist. Jeg har en kronisk sykdom som gjør at min helsetilstand ikke tillater at jeg drar på lange reiser. Ja, det tenker jeg bij mezelf. Jeg loopt det vel for andre til verheerlijken. Maar je gaat zelf niet, omdat je dan als smoes aangeeft van ja, ik kan niet tegen lange reizen. En die reizen die zullen ook niet lang zijn voor de meeste jongeren die daar naartoe reizen. Ze eindigen meestal onder het zand. Tidlig i går ble en etnisk norsk 18-åring fra Oslo pågrepet på flyplassen i Göteborg av svensk politi.